dit de hoedvlog van Zaandam is, jongens. We worden al genoemd de hoedvlog van Zaandam. Dus, wat ga ik mijn titel doen? Hoedvlog van Zaandam. Yes! Gaan we dan views pakken? Ja. Ja, dat gaan wij. Hallo dames en heren, vet dat jullie weer kijken naar Split Splint, een nieuwe video. Nee, zeker niet, want ik heb die andere verwijderd. Omdat het een beetje stom was. Het was een stomme intro en ik wil een goede intro hebben. Dus, vertel dus, wat. Octopus? Ja, octopus. Yo, I, octopus. Ja, jij zei dus. Zitten daar. Kijk, daar zit de gang natuurlijk. Maar wij dachten even lopen, weet je. Het is altijd wel lekker om even te lopen, ik weet niet waarom. Maar dat is gewoon zo, mensen. We gaan straks leuke dingen doen, dus blijf lekker kijken. En als je de vorige video leuks. Niet... We doen nooit iets stil. Leuks. En de vorige video kan je gewoon checken als je naar de vorige video kijkt. En daar is Max... Van Max Gaming NL, die wij hebben geklapt. Vond je het lekker om te klappen? Ja. Vond je het lekker? Mooi. Klappen okay. Is altijd leuk. Klappen is leuk, hè? Ja, en fijn. Ja, heb je al die 100 abonnees? Blijf je haken? Ja, ik heb 100 abonnees. En? Oh, lekker man. Lekker. Gefeliciteerd. Dank je. Dankjewel. Nou, hey, doei doei. Doei doei. Hij gaat niet die box aan zetten, kill. Iedereen vindt het hier stinken gelopen. Ja. Het is fucking erg. Ja. Waar ruikt het naar? Waar ruikt het naar? Ja. Waar ruikt het naar? En je weet toch al vroeger, dan werd je in groep 8, ja. Dan moet je een poster maken met glas, weet je wel. Oh ja. Dan had je altijd van die gum die je dan aan de achterkant deed om het op de muur te plakken. Oh ja, daar, oh, ruikt, daar ruikt het naar, hè. Serieus, ze moeten echt van die, hoe noem je dat? Ja, met kotsgemeen. Met... Nee, ze moeten van die, wc-frissers hier hangen of zo. Weet je wel dat het een beetje meer lekker ruikt hier? Vind je niet? Ja. Jij, vind jij dat ook zo? Ja. Ze hebben hier genoeg wc-frissers, dus waarom niet, toch? Ik ga het even wat halen. Kijk eens hoe die dat doet, jongen. Bam. Ik mag daar toch wel een slokje van. Yo, we hebben hier niet genoeg voor. Jawel, probeer hem maar. Gooi weg. Nee. Leg terug. Nee. Ik mag toch daar wel een slokje van die? Ja. Ja. Ik ook. Oké, mooi. Ik krijg alle maar twee we een slokje. Hier niet voor. Jawel, probeer het dan maar gewoon. Ja, doe het maar gewoon. Jongens, we gaan even afrekenen en we zien wel. Ik ga echt lachen als het werkt. Nou mensen, we zitten helemaal... Kut, oh, boss, waarom maak je ze nou weer beheerder? We zitten helemaal zitten we te struggelen over een groepsbeheer. Ik begrijp het niet. Verdomme. Jezus, meneer. Ja, kijk, Stan die gooit me elke keer uit die groeps. Op de server. Surfplank. Nou ja, weet je, iemand zit de hele tijd iedereen eruit te halen. Ik begrijp het ook niet wat het is. Dat is toch een beetje raar, toch? Ga je mij filmen als ik daarop ga springen? Ja, zullen we dat even doen? We gaan even hem filmen. Wat is het idee? Wat is het idee? Vertel even. Op dat gekke gebouw. Ja? Klimmen. Dat is cool. Even negeren, even negeren. Even negeren. Ik ga van aanloop nemen. Ja. 3, 2, 1. Hij doet zijn tas neerzetten. Dat is heel goed. Ai! Je staat erop, man. Oké, nou springen. Westside. Nice, nice, nice. Dat moet je weten, toch? Ja. Westside zo. Westside, ja, zeker, zeker. Zo, ja. Nou mensen, als we weg zijn hier, ga ik nog filmen. Komt helemaal goed, mensen. Wordt hartstikke gezellig vandaag. Toch? Ja. Had je je tas even een soort van... Ja, dat heb ik niet nodig. Kom hier, jij bent al beheerder. Ik moet iedereen beheerder maken of zo. Ik ben ja, maar altijd moet mij ook nog even beheerder. Dames. Ja. Wat zijn jullie hier aan het doen? Jullie mogen niet op dit ding zitten, helaas. Dus vandaar. Dus of jullie even weg willen, hier zo. Zie je daar op dat balkje, deze. Kom op dames, kom op. Kom op, even eraf. Kom op. Doen jullie niet jullie best? Godverdomme. Kijk, die heb ik gemaakt, hè. Oh, wat mooi zeg. Jezus. Dit wordt een thumbnail. Oké. Okay. Is toch niet normaal? Ja. Dat gaat wel views opleveren, zo. Denk ik. Als we gewoon een soort van vrouwen een soort van voor onze thumbnail laten, dan kijken elke jongetje wel, weet je. Ook jongetjes van 13 jaar. Ja, maar dan moeten ze niet naakt zijn. Ja, dat is waar. Nee, maar dat doen we niet aan. Dat is wel mooi genoeg. Wow, dit is een mooie foto. Dit wordt een thumbnail, jongens. Nou, we gaan weer verder. En dan zijn we bij Björn. Die kennen jullie nog wel. Björn is de gozer die vroeger altijd op Pritvi kwam. En het ligt aan met wie je chillt en dan gaat het een soort van weg, die touch. Maar ik ga weer. Later. Sir, wacht. Waarom gaat dit klepje altijd open? Ik begrijp het nooit. Maar ja, dit is Björn. Vertel je verhaal. Dit is de story.
dat was het verhaal dus. Is cool, is cool, is cool, is cool. .nl. Is cool, is cool. Ga jij eens even fietsen? Ga jij eens even fietsen dat het net lijkt dat fietsen, soort van... Ik mensen gaan fietsen. Oké, okay. Johai. Waar mag jouw fietsen even? Ik ben een pepernoten. Johai. Doe nou. Oh, dat zijn echt pepernoten. Nou en? Nee, beter hoor. Ja, beter. Ja, beter. Hoe gaat het nou? Peter, Bas. Goed. Mooi. Het gaat ook Peter, goed met Peter, Bas. Peter is beter. Helemaal mooi. Björn, hoe gaat het met jou? Ziet het eruit alsof het goed gaat. Ja. Zij heeft het koud. Ja. Zij wil alleen maar knuffeltjes van Max Gaming. Niet klappen. Dat is echt niet lauw, man. Dat kan je echt niet maken. Eerlijk, hè. Dat kan je echt niet maken. Dat is echt heel erg. Oh, wat erg. Ik zit de hele tijd te shaken. Echt waar, ik zit te shaken. Echt zo, weet je. Ja. Nee, ik zit te shaken. Zo. Ik zit te shaken, man. Ja. Doe ze even. Ja, ja, ja. What the fuck, man, jongens. Geweldig. Ik ga met Björn even in de Audi natuurlijk. In onze Audi. Onze buggy natuurlijk. Ja, maar ik ga achter het stuur. Hè, jij gaat achter het stuur. Is goed, man. Dan moet jij achter. Ja, is goed. Ik volg jou, zeg maar. Ja, we gaan even in die buggy die ik net gehaald heb. Ja. Hoe heet je YouTube-kanaal? Pritvi, man. Pritvi. Okay, Konijnentijd. What the fuck, joh. Maxje. Hey Max, kom ook. In de auto. Wat? Iemand komt ons halen? Wie? Oh, ja. Oh, fuck, ja, we mogen niet meer. Oké. Okay. Mogen we echt niet heel even zitten voor de video? Oké. Okay. Waarom een beetje luidruchtig dan? Oh, vervelend. Ja, je bent irritant. Ja, oké. Als je zwart bent. Oh ja, dat kan wel. Ja, dan gaan we weer terug. Dat was leuk. 2 minuten op in zo'n fucking auto. En dan moeten we gelijk weg. 1 minuut. Johai! Johai. Maar, wat gaan we nu doen? Weet niet. We zijn er gewoon uitgestuurd, man. En jij zei, iemand komt je halen. Ik dacht, what the fuck, wie zou me kunnen halen? Ja, die man. Ik zei zo, van, kom wel vast naar beneden, want iemand komt je halen. En toen was zo, ik dacht echt, what the fuck, nou komt er een mokko mij halen ja, of zo. En zie ik opeens zo, tata zo, willen jullie even eruit gaan? Ja. What the fuck? Wat afgelopen. Nou, ook niet even voor de video. Nee, ook niet, mag niet. Nou, weet je. Nou, ik zie jullie weer. Arthur maakt mooie video's. What the fuck? What? We moeten het shirt overnieuw. Gelijk gebruiken. Maar we gaan nu even wat lekkers halen. Koffie. Dat we geen geld hebben. Ja. Gewoon koffie halen. We hebben geen geld, jongens. Zoals bij de Jumbo. Ja. Ja, dit is de Albert Heijn. Of, ja, maar gaan jullie niet. Hoofdvliet. Hoofdvliet. Sponsor. Ja. Het lijkt op Rijn. Kijk, als we een koffietje halen, dan moeten ze wel een beetje winst maken natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dus dan moet het wel, weet je. Ja. Anders had ik het niet gedaan, man. Anders was het veel te saai geweest. Ja. Maar we gaan door het bordje heen en zie je altijd die boys op de tv. Dat is ook leuk. Ja. Staan we zo op de tv. Super mooi. Ja, ik ben op tv. Ja. En dan ga je haar halen, weet je wel. En dan, kijk. In 1 seconde, weet je. Maakt niet uit. Blijf maar een uur staan om je hele tijd jezelf te filmen. Oh, we moeten die kant. Deze kant. Is hier. Ja, hier gaan we koffie halen. We gaan even koffie halen. Dan zien we wel. Ja, doei. Jij nog 60 cent. Oké, we hebben slagroom. We gaan iemand brengen. Zie. Ja, kom. We gaan iemand brengen. Wat breng je net? Niet op mij, hè? Ga ik echt slag. Wacht, ik heb een kijkje aan. Bam! Kom op. Op iemand. Kom op. Ik film hem. Je moet hem brengen. Ja. Hey, jongen.
Ah, oh, shit. Die doet echt pijn, jongens. Oh my god, hoor. Ik heb ook gelijk slagroom overal, man. Maar oh, deze was hard. Deze was echt hard. Hij heeft hem in zijn oog. What the fuck, man. Dat dit de hoedvlog van Zaandam is, jongens. We worden al genoemd de hoedvlog van Zaandam. Dus, wat ga ik mijn titel doen? Hoedvlog van Zaandam. Yes! Gaan we dan views pakken? Ja. Ja, dat gaan wij. Of het lukt of niet, we gaan views pakken op deze video. Want wij zijn de hoedvlog van Zaandam. Toch? Zaandam, zijn jullie Zaandam? Bergsenhoek. Eigenlijk moeten we ook iets geks doen, dat ze denken, hé, hey, we willen hem op tv hebben. Ja? Echt verschrikkelijk link. Ja? Johai. Maar gaan we nog wat drinken halen, Bas? Johai! Want ik heb wel geld. Maar je drinken halen zelf. Nee, dat is saai. Moet er wel iemand meegaan? Johai. Er moet iemand meegaan, jongens. Anders kan het echt niet meer. We kunnen gewoon echt niet meer nu. Het moet gewoon, weet je. Zo. Hier. Kijk hem even die band ompoppen. What the fuck, wat zei ik? Oppompen. Echt een strijder, man. Oh, what the fuck, man. Dat jij die band zo oppompt en shit, ik vind het wel mooi, hoor. Met vitamine. Ja. Wel mooi, man. Zeker. Kijk, dan zie je maar weer dat mensen ook gewoon hun band oppompen. Kijk, hij gaat gewoon de volgende gaat hij ook weer doen. Echt geweldig, man. Dat hij gewoon die band gewoon oppompt, weet je wel. Vind ik wel mooi om te zien. Ja, want we hadden bijna een fitty dat iedereen zijn band leeg ging. Ja, als je niks te doen hebt hier op het dorp. Net zoals Zaandam, weet je. Dan heb je niks te doen. Nou, hier hetzelfde. Je hebt gewoon niks te doen hier, dus dan ga je banden leegmaken of zo. Van je vrienden. Nou, dat is toch leuk. Dat is echt wel leuk, man. Daar lachen wij ook wel een beetje om, eigenlijk. Kijk, Bas daar zo lopen. Wacht, ik ga hem stalken. Wacht, jongens. Ik ga Bas filmen. Oké, daar komt hij. Daar staat hij. Daar staat hij. Daar staat Bas. What the fuck? Hij denkt, what the fuck is hier aan de hand? Kijk, toch. Kijk, Bas daar staan. Als een gangster. Gaat hij naar huis of zo? Gaat hij naar huis? Wat gaat Bas doen? Wat? Wat? Jongens, dit kan echt even niet meer. Bas ging opeens weg. Fucking raar. Nou ja, weet je. Ik zie jullie zo weer. Bas is weggegaan blijkbaar. Want die vond het niet leuk dat zijn band werd afgepompt. Of hoe noem je dat? Pompen, afpompen, pompen. Maakt mij echt niet uit. Maar...